Met zo'n 20 km per uur scheuren ze over het water. Niet voor een reddingsactie dus, maar voor een sponsortocht. Deze begon in Gouda, met als eerste tussenstop Krimpen aan den IJssel. En dat is met zo'n 45 bootjes best wel even proppen in dit kleine haventje. Attentie alle vaartuigen, De bemanning is hier omgewisseld en met frisse mensen dus op naar de volgende bestemming. De tocht is zo'n 145 kilometer lang, beginnend dus in Gouda. Via Rotterdam, Vlaardingen, over de Oude Maas naar de Biesbos. Om dan maandag te eindigen in Breda. En het ziet er allemaal relatief eenvoudig uit. Het lijkt helemaal niet moeilijk, maar we zitten natuurlijk niet in het zomerseizoen. Ik zit goed in pak en het is gewoon eigenlijk hartstikke koud. En na 2 uur is het eigenlijk al zo koud dat we de bemanning wisselen. Dus dat is wel ook de uitdaging in deze. Complete winteruitrusting dus. Maar wat doet de reddingsbrigade eigenlijk in de winter? Dan zijn we bijvoorbeeld bij een intocht van Sinterklaas die we laatst hebben gehad in de weer. Of we zijn bij een nieuwjaarsduik bezig. En zo zijn er nog allerlei andere activiteiten zoals een zeilwedstrijd waar we ook ondersteunende rol hebben. Maar dit weekend is het vooral varen op de golven van de Nieuwe Maas. Geld ophalen dus voor het goede doel.